Goedemorgen, het is maandag, de hoofdpijn is gezakt. Gelukkig. Ik zit op Athos, want ik heb les en daar is Daan met Just. Daan is met Just aan de hand aan het werken, dus ik ben even bij haar de kunst een beetje aan het afkijken, want zij kan dat zo goed. Als ik naast het paard loop, voel ik me echt een, ja, en als ik haar dat zie doen, dan denk ik, wauw. Dus ik ben even aan het kijken. Just staat op stal. Ik heb nu bokken. En Steven is nog lekker aan het lessen op Athos. Met bokken ga ik ook zo lessen. Want bokken gaat ook van het weekend mee naar de jonge Friese Cup. Heel benieuwd. Dus even vandaag lessen, even de puntjes op de i zetten. Dan kan ik daar nog de hele week mee doorbreien. En dan heb ik helemaal zin in van het weekend. Heeft vanmorgen hele mooie nieuwe snelle schoenen gehad. En we gaan Bokken nu eventjes in de buitenbak rijden. En waarom? Omdat van het weekend hebben we de wedstrijd. Ik denk ook buiten, maar dat weet ik niet zeker. Maar ook, we hebben wel in de 2060 bak, dus wel net zo lang als onze eigen bak. Maar niet zo krap. Onze eigen bak, onze binnenbak, is ietsje breder als de 2060 bak. Die is 2560. Dus dan kunnen we vandaag in ieder geval even oefenen met de smallere bak. Dus met de kortere, korte zijdes. Dus daar ben ik wel even benieuwd naar. Klaar voor? Je hebt etensresten op je neus. Gisteren hadden we ons bezoek bij de dierenarts. Just mag nu drie keer per dag. Just mag nu drie keer per dag een kwartiertje wandelen. Wat hebben ze nou precies gedaan? En waarom natuurlijk, dat is ook belangrijk. Ik merk aan Just heel erg, we zijn nu eigenlijk in de training beland. Op een stukje waar Just wat meer verzameling zou moeten gaan en kunnen pakken. Dus iets meer richting de tweede draf, naar de verzameling en ook richting de pirouette. Wat ik heel erg merk is dat Just er moeite mee heeft om haar bekken achterover te kantelen. En als ik haar lichamelijk bekijk, zou het niet iets zijn wat ze niet zou moeten kunnen, lichamelijk gezien. Nu was ons natuurlijk opgevallen dat er ietsje vocht in de sprongen was gekomen. Dat betekent ietsje overbelasting. Gelukkig zat ik niet in de sprong. Ik heb natuurlijk eerst de sprongen na laten kijken, omdat daar in eerste instantie het vocht kwam. Nu is de osteopaat geweest en die vond met behandelen haar SI-gewricht heel erg gevoelig. Dus die raadde aan om even naar de dierenarts te gaan en haar SI-gewrichten na te laten kijken. En waarschijnlijk ook in te laten spuiten. De SI-gewricht wordt gescand van binnenuit. Dus dan gaan we met een lange handschoen, gaan we eigenlijk net als dat we kijken of een merrie drachtig is. Of dat ze drachtig kan worden. Maar dan kijken we niet recht vooruit naar de baarmoeder, maar recht omhoog naar het SI-gewricht. Gelukkig zaten hier geen kapotte dingen of extreme afwijkingen. Maar ook de dierenarts bevestigde dat er een gevoeligheid zat op de SI-gewrichten, maar gelukkig dat het niet kapot was. Dus ze is hier gisteren op ingespoten en dan gaan we dus nu kijken of dat inspuiten daarvoor geholpen heeft. Dat inspuiten kan helpen als lokaal ietsje verdoving, maar ook als lokaal versterkmiddel. Dus het kan een beetje verdoven en versterken. En dat gaat zich in de aankomende 6 weken of misschien wel 12 weken gaat zich dat laten zien of daar verbetering in zit. We mogen nu even 10 daagjes stappen aan de hand, 4 keer per dag een kwartiertje. Dan mogen we 7 dagen gewoon lekker over de rug werken. En daarna mogen we gewoon weer ons oude werk doen. Want ze is natuurlijk niet geblesseerd. Maar omdat het is ingespoten, moeten we het even rust gunnen en dat we niet meteen keihard aan de bak gaan. Dus wij wandelen even lekker rond. Ik ben hier met mijn Athos. Laatste dag voordat we naar Tolbert gaan. Morgen gaan we er al heen. Zaterdag is de wedstrijd. Oh, het is vandaag donderdag trouwens. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik ga vandaag nog best wel even, hij heeft 2 dagen eigenlijk zo'n beetje vrij gehad. Er buiten gestaan, stapmolen, wandelen. Zo.
Dus vandaag is eigenlijk onze laatste trainingsdag. Vandaag ga ik nog wel even gewoon een lekker trainingje doen. Ik ga nu even losrijden. Dan ga ik 2 keer mijn proefrijden. Dan ga ik eigenlijk een beetje doen alsof het al zaterdag is. Zodat ik dan even kan zien van ik wil denk ik een kwartier losrijden. Kijken of het te veel is of te weinig is. Of dat ik dan misschien nog wat anders moet doen. Dan kan ik dat eventueel nog veranderen. En dan gaan we morgen naar Tolbert. En dan kunnen we s'avonds even baan verkennen. Dan doe ik gewoon alleen een beetje stappen. En dan is hij, als het goed is, zaterdag fit om te presteren. Daarnaast voelt het een beetje als een militaire operatie. Want Daan en ik moeten echt nog alles klaarmaken, klaardoen. Dus dat gaan we vanmiddag even doen. Dus ik ga nu even ontspannen. Ik heb me losgestapt, dus ik ga wel doen. Nou, we hebben het er allebei warm van. Hé, Atos. Dit is de laatste keer dat we de proef hebben gereden voordat we die zaterdag gaan doen voor de jury. Ik ga hem nu niet meer oefenen. Onze bak is 25 meter en morgen is 20 meter. Dus dat ga ik dan nog wel eventjes doen, maar niet meer die hele proef doorrijden. Dit is wat het is en dit gaan we laten zien. Ik ga ook niet dadelijk nog weer meer willen. Atos is pas sinds oktober, november onder het zadel. Dus dit is wat het is en dit is al hartstikke knap wat hij allemaal doet. Dat moet ik mezelf wel... Ja, dat vind ik dan wel een klein dingetje, want die lopen natuurlijk ook, althans dat denk ik natuurlijk, dat maak ik mezelf wijs. En dan paarden lopen die natuurlijk al wel vanaf 3,5 onder het zadel zijn en veel sterker zijn en veel beter zijn. Nou ja, dat is dan maar zo. Ik ga dit met hem doen, omdat ik dat leuk vind, omdat ik graag wil weten waar we staan. Dat wordt mijn mantra voor de komende dagen. Ja, ik ben gewoon super tevreden met hoe het nu gaat. En we hebben er zin in. Daarnaast maken we natuurlijk lekker uit. Nou, jullie horen het al, allemaal geblaat. Ik ben nu al in de wedstrijdmodus. Ik ga Atos even uitstappen, afverzorgen en dan gaan we vanmiddag wassen, de vrachtwagen inladen, zodat we morgen op tijd kunnen gaan rijden. Ik ben Cas ondertussen aan het longeren. Daan is bokken aan het rijden. Ondertussen voorzie ik haar nog van wat tips. En dan geef ik haar natuurlijk tips die dan verkeerd om zijn, want zij is natuurlijk mijn concurrent. Nee hoor. Grapje, want ik ben net zo blij als Daan het goed doet als dat ik het zelf goed doe. Dus dat is natuurlijk gewoon een grapje. Oké, ik ben nu zeer nieuwsgierig, want daar wordt gebeld. En het is, ik hoor alleen maar, oh wat leuk, oh wat leuk. Oh, heel leuk. Dus nou. Oh, het gaat over springpaard. Daan hebben we daar verstopt. Daan is nu even een wedstrijd outfit aan het passen. Want die heeft het natuurlijk wel nodig. Hé, hey, ga eens weg jij! Tadadadadada! Het zit echt super lekker. Netjes hoor, Daan. Een lekkere stof ook. Dankjewel, Jane. Doei! Bepakt en bezakt met alle spullen. Ga ik die alvast in het wagentje leggen. Kijk, we hebben hier al een beetje dingen allemaal neergelegd. Daar poetskist, zadel, spullen hier. Het moet alleen allemaal nog eventjes netjes op orde gelegd worden. Deze hier, die had Just van de week kapot gemaakt. Dus gelukkig zijn ze vanmorgen vroeg langs geweest om die ook nog eventjes te maken. Dus nu kan ik ook rustig onderweg denken dat die hengsten niet loskomen en met elkaar gaan klooien. Nou, ik ga even snel naar huis. Haal ik daar even mijn tas. Even controleren of alles erin ligt. Ik kijk altijd het paard zeg maar helemaal af. Van wat heeft hij op en wat doe ik als eerste om. Ik heb hier de witte beschermers. Dekje. Zadel. Singel. En zadel en singel voor bokken. Dan heeft hij om het hoofdstel van Atos. Hoofdstel van bokken. Dan is zeg maar voor het proefje hebben we alles. Dan hebben we nog voor, want we mogen vanavond even baan verkennen. Hebben we nog een dekje voor vanavond voor Atos. Dekje voor vanavond voor bokken. Beschermers voor vanavond voor Atos. Beschermers voor vanavond voor bokken. We hebben natuurlijk nog een hoop andere spullen die mee moeten. We hebben hier de Bukas tassen zijn echt overal goed voor. In deze tassen heb ik de zadelbokjes gedaan, zodat we bij de stallen een zadelbokje hebben voor de zadels, zodat niet alles op de grond hoeft te liggen. We hebben natuurlijk voerbakken mee voor Bix. Bix Atos, Water Atos, Bix bokken, waterbokken. In deze bak, daar zit al het voer in, daar zit het grasmix in, Bix in en het graan in. Ik heb nog een longeerlijn mee, mocht het nodig zijn. Een extra halster als er iets kapot gaat. We hebben nog een extra bit bij ons, extra teugels. De
poetskist met alle spulletjes. Daar zitten ook alle vlechtspulletjes in. In dit emmer zitten alle wasspulletjes. De poetspullen voor het zadel. Het scheermachine, mochten we dat nog nodig hebben. En hier zit de oerbalans in. Want die krijg ik thuis ook altijd, dus nu ook. Dan hoeven alleen de paarden er nog in. Ja. Steven, heb jij de paspoorten? Ja. Oké. En dan moeten we denk ik nog even kijken of we al onze eigen spullen hebben. Ja, dat is ook wel belangrijk. Dat ligt allemaal voor. Ja. En de hooibaal moet er nog in. Ja, en het hooi. En dan gaan we ze erin zetten. En dan gaan we weg. Ik heb er zin in. Ik ook. Wij zijn aangekomen in Tolbert. Daan heeft haar melkkorf al om. En wij gaan nu eerst even kijken waar we moeten zijn. Gaan we even inventariseren. En dan gaan we de paarden eruit halen. Ja, en ik moet plassen. Ja, ik ook. Wij hebben de stal ondertussen gevonden. We hebben ook gevonden waar we moeten rijden. Dat ook. Wij dachten dat het binnen was. Ja, we hadden gehoopt op binnen. Maar we moeten dus hier, niet het parcours. Nee. Maar hier achter, eigenlijk achter steeds de hoofd. Achter mijn hoofd. Kijk, mijn nieuwe helm. We zitten! Hokje is er klaar voor. Goed hoor. Nou, we hebben net in de bak gereden. Dat ging eigenlijk wel heel goed. En we hebben zojuist een bospad gevonden. Dus we zijn even lekker buiten aan het stappen. Is dit Bokken zijn eerste buitenrit? Ik denk dat dit Bokken zijn eerste buitenrit is. Ik ga nu wel even de telefoon wegleggen, want daar is een slootje. En misschien beland ik er dan wel in. Echt zo trots op Aanschrijf. Echt hartstikke goed. Het was ook wel fijn dat er alvast even een andere deelnemer ook was. Waar ze dus best wel even een beetje reactie gaven op elkaar. Dat ik ook even weet hoe dat voelt. En dat ik weet hoe die daarmee omgaat. We zijn hem nu. We konden geen warm water vinden. Dus we wilden ze eigenlijk wassen. Maar dat gaat nu dan niet. Althans, ik ga hem nu niet met koud water wassen. We doen hem nu gewoon even af. En dan doen we ze lekker zijn power turnout op. Er zit steedraai in. En dan mogen ze eten. Dat gaan we nu allemaal eventjes doen. Hey, Atos. Ja, knap kind. En straks is Bok aan de beurt. Wat kan ze dat goed, hè, Atos? We hebben lekker eten. We hebben water. Eten. Water. Ik sta hier nu nog te wachten op Daan. Want die moet nog even voor de derde keer de deuren controleren. Ben je nou weer klaar? Je wist de eerste keer ook al dat ze dicht zaten. Oh, het is wel fijn dat ze het even doet, want dan word je in ieder geval 's nachts niet wakker en denk je... Zat de deur goed dicht? Kan hier niet weglopen met het idee van misschien zijn ze dicht. Helemaal alleen hier. Op dit enorme complex. Ik ben wel blij dat we het gedaan hebben, want... Ja, wel even lekker zo. Even lekker chill of zo. En ik ben ook echt heel blij dat die paarden rustig staan. Ja, super. We staan er echt goed bij. Wij gaan het hotel opzoeken. Tot zo! Daar is het hotel. Zie ik jullie morgen weer voor de spannende dag. Het is nu ongeveer 3 uur voordat ik met Atos moet starten. Dus hij krijgt nu nog wat te eten. Grasmix waar je lekker lang op kan kauwen. Hij krijgt nog wat haver. Hij heeft hier nog wel wat hooi liggen. Maar zo voorkomen we dat hij een glucose dip krijgt op het moment dat we in de proef zitten. Want dat is natuurlijk niet wenselijk. Kijk eens. Hij heeft al lekker honger. Wat is de plan, Daan? Ik ga nu zijn hoofd zo in doen. Ik ga eerst deze dingen eten. Oké, het kan ook zomaar zijn dat deze dag eindigt in het ziekenhuis. Zo. Ik doe nu zijn hoofd zo in. Ja. Steven hem even vasthouden. Ja. En hem coveren in oil. Yes. Dan ga ik in de tussentijd mijn jasje en mijn cap aandoen. En dan... zijn wij als het goed is tegelijkertijd klaar. Want dan is het nu 9:50 en ik wil er eigenlijk half op zitten. Nou, dat gaat lukken dan toch? Dat moet helemaal goed komen. Bok is afgezorgd, Daan is even aan het omkleden hier zo. Ondertussen zijn we bezig met Atos klaarmaken, want ik moet over ongeveer een kwartiertje erop.
Dus let's go. Oké, jullie willen zeker weten lachen. Ik heb Atos zijn benen was ik met de Black Magic aan het doen. Toen ging hij lopen. En toen ging de Black Magic helemaal over me heen. Dus dat wordt boelen. Oh, God. Oh, Jezus.